Lantinga. Verschuren. 3FM.nl kun je natuurlijk jouw actie aanmelden voor komende actie. Ja. Maar vanaf nu ook, sterker nog, sinds anderhalf uur geleden zitten er al mensen klaar bij ons callcenter. Ja. Dus zullen we even gaan bellen? Ja. Ken je het liedje nog? Nee. Serious request. Ik herhaal 09-09-1336. En dan kan je dus de plaats aanvragen. Ja, de plaats aanvragen. 1336. Ze zitten voor je klaar. Bel naar 3FM. Nog eens even kijken of het al werkt. Ja. Wat er gebeurt als we 09-09-1336 bellen. Dat moet iedereen zoveel mogelijk doen de komende dagen. Want als je belt met het callcenter 09-09-1336, 09-09-1336, het welbekende 3FM-nummer, dan krijg je een medewerker aan de lijn. En dan kan je een plaat aanvragen in ruil voor geld. Ja. En dan helemaal na Eerste Kerstdag, of tijdens Eerste Kerstdag, of vanaf Eerste Kerstdag, wordt dat dan de top Serious Request. Precies, dus al die plaatjes worden uiteindelijk weer op één hoop gegooid. Als je deze week je plaatje niet hoort, dan wordt je uiteindelijk waarschijnlijk nog gedraaid tijdens de top Serious Request. Mocht je denken, wie doet de productie? Dat is uiteraard Paul Stoel van de redactie. Ja. Laat dit niet je afschrikken dat je denkt, god, ik moet 4 keer bellen voordat je hem aan de lijn krijgt. Dat ligt echt aan ons. Ja, nou, aan Paul vooral. Aan Paul. Ja, verder zijn we niet lullig hoor, door namen te noemen. Nee, maar Paul Stoel van de redactie is in dit geval... Kom je er niet doorheen, Pop? Ligt het callcenter plat, nu al? Wat lekker geproduceerd, dit onderdeel van het programma. Nou ja. God. De lijn ligt plat. Nee, dat kan niet. Daar geloof ik helemaal niks van. Druk een shift F9. Afdeling techniek. Jeroen Bolman. Het is nu al kapot. Het is stuk. En waar is mijn chips? Oh, ik hoor dat het nog uitkomt in... Dus ik hoor net van afdeling techniek dat het nog uitkomt in de studio. Wat onhandig dan. Dus we bellen nog steeds onszelf. We bellen onszelf. Maar wie heeft dan tegen ons gezeten vanaf 4 uur? Dat was dan weer Rowan, was Rowan, dat? Hi all. Rowan van de redactie. Hi all. Nou, prima. Melody. Dus dan wachten we nu nog heel even tot aan het callcenter wel doorgeschakeld is. En dan gaan we zo meteen nog een keer proberen. Dat was niet jouw schuld, Paul Stoel. Je kunt nu een steunbetuiging tweeten naar @Paul Stoel als je vindt dat wij onaardig zijn geweest. Dat was toch wel.